Hallo beste kijkers, in dit filmpje gaan we eens kijken naar regeling en waarneming. Er moet in ons lichaam heel veel geregeld worden en om dat te kunnen doen, om te weten wat je zou moeten regelen, moet er natuurlijk ook heel veel waargenomen worden. Dus we gaan die aspecten van de biologie eens goed bekijken. Regeling en waarneming wordt ook wel vaak homeostase genoemd. Dat is niet precies hetzelfde, maar dat is wel iets wat er veel mee te maken heeft. Want als je gaat regelen, dan streeft ons lichaam er vaak naar om bepaalde dingen in een gelijke toestand te houden. Bijvoorbeeld onze lichaamstemperatuur op 37 graden. De hoeveelheid eiwitten, zouten en suikers in ons bloed wordt zoveel mogelijk op een constante waarde gehouden. Vandaar dat er dus vaak ook de term homeostase wordt gebruikt als we kijken naar regeling en waarneming. Dat komt uit het Grieks, want gelijk is homoios en stasis betekent toestand. Dus die gelijke toestand, een constante spiegel van bepaalde dingen, van temperaturen enzovoorts, dat is waar veelal naar gestreefd wordt binnen ons lichaam om het evenwicht te bewaren. Als we even kijken naar een homeostatisch systeem in het algemeen, dan is het handig om eerst eens even te kijken naar de techniek, want die is meestal veel simpeler dan de biologie. We zoeken dus naar een gelijkblijvende toestand van iets, bijvoorbeeld de temperatuur in de kamer. Wij zetten een bepaalde normwaarde, dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen met een cv-thermostaat. Als die waarde onder die normwaarde komt, dan ga je proberen om die waarde weer op die normwaarde te krijgen. Als die erboven komt, kan je ook proberen om hem weer naar beneden te krijgen, zodat die normwaarde weer bereikt wordt. Bij een cv is het meestal alleen maar dat het opwarmt, maar je kan het natuurlijk ook combineren met warmteafvoer, met een airco-systeem. En dan heb je natuurlijk de twee mogelijkheden om zowel af te koelen als te verwarmen. En op die manier kan je dus een homeostatisch systeem inregelen met techniek. Je hebt dus een of ander proces wat je gaat willen regelen, bijvoorbeeld de temperatuur. Je gaat iets meten en waarnemen, want je wil bijvoorbeeld de kamertemperatuur van 18 die je meet, ga je vergelijken in een regelaar met bijvoorbeeld de gewenste temperatuur van 20 graden. Dan ga je iets doen. Je gaat, als het lager is, de temperatuur ga je opwarmen. Als het hoger is, ga je misschien afkoelen. Je gaat dus iets aansturen en dan ga je weer binnen dat proces kijken of het effect is bereikt of nog niet. En eventueel als het te veel is, als de kamertemperatuur 21 graden is geworden, dan stop je met het proces en dan wacht je tot het afkoelt. Of je zou actief kunnen gaan koelen enzovoort. Op die manier hebben we een regelkring die iets in stand kan houden, in dit geval de temperatuur. Dat werkt meestal via zogenaamde negatieve terugkoppeling. We hebben een proces wat iets stimuleert, bijvoorbeeld een verbrandingsding. Een cv-installatieketel, die stimuleert iets, die slaat dus aan. Maar als de thermometer meet dat de waarde hetzelfde is als de normwaarde uit de thermostaat, de temperatuur die wil is dus bereikt, dan remt hij dat door de cv-ketel weer uit te laten gaan. Er is dus niet verdere opwarming, er is ook een rem op het proces, er is een negatieve terugkoppeling. Er bestaat ook wel positieve terugkoppeling. Als je dat op de cv-ketel zou toepassen, dan zou dat dus betekenen dat als de waarde de normwaarde heeft bereikt, dat je dan alleen maar nog harder je cv-ketel aan zou gaan doen. Omdat het proces niet geremd wordt, maar juist opnieuw gestimuleerd. In dat geval zou natuurlijk de temperatuur alleen maar steeds hoger worden tot je cv-ketel ontploft. Positieve terugkoppeling is dus niet voor alle processen zomaar handig. Maar er bestaan wel processen waarbij positieve terugkoppeling kan worden toegepast. En dat zijn dan processen die eindig zijn en niet te lang duren, maar die je wel snel wil hebben. Bijvoorbeeld bij bloedstolling zijn er bepaalde processen van positieve terugkoppeling, waardoor het snel kan verlopen en je niet leeg bloed. En bijvoorbeeld ook in de maag is het omzetten van inactief enzym pepsinogeen in pepsine, een proces wat door positieve terugkoppeling heel snel gaat. Waar zit hem dan de rem? Want anders zou het natuurlijk iets zijn wat toch zou ontsporen een proces. Maar in dit geval is het zo dat dat uitgangsstofje pepsinogeen bij de maag bijvoorbeeld, dat is op een gegeven moment gewoon op en dan remt het proces alsnog af. Het kan dus nuttig zijn, positieve terugkoppeling, maar voor de meeste regelprocessen is het juist helemaal niet nuttig, omdat je dan processen niet goed in de hand kan houden.
In ons lichaam hebben we meestal dat ergens een of ander zintuigding aan zenuwen signalen doorgeeft hoe warm of hoe koud of hoeveel kooldioxide enzovoorts er aanwezig is. Dat wordt dan door het zenuwstelsel over het algemeen doorgegeven. Het zenuwstelsel kan zelf ook bepaalde acties ondernemen om daar iets op te corrigeren. Maar dat kan ook door middel van hormonen gaan. We hebben op diverse plekken in ons lichaam bepaalde receptoren die temperatuur meten, van het bloed bijvoorbeeld. Daar kan je dan verschillende dingen aan doen. De hypothalamus zit een thermostaat. Voor onze lichaamstemperatuur rond is dat over het algemeen op een graad of 37 afgestemd. Dan kan je dus hormonen gaan afscheiden, waardoor meer verbranding plaatsvindt bijvoorbeeld. Op het moment dat daar de beste oplossing is voor een mogelijk probleem, dan kan je jezelf beter opwarmen. Verbranding door gestimuleerd door hormonen. Maar het zenuwstelsel kan natuurlijk ook iets doen. Als je het heel erg koud krijgt, kan het ook zomaar zijn dat je onder invloed van het zenuwstelsel bepaalde gedragingen gaat vertonen. Je gaat kleding aandoen of je kruipt in een hoekje weg waar het wat warmer is dan elders. Of je gaat in de zon zitten enzovoort. Dus er zijn meestal ook verschillende processen die dan in gang gezet worden om die normwaarde die verkeerd is geraakt, althans de normwaarde is wel goed, maar de actuele waarde is verkeerd geraakt, om daar iets aan te doen. En het kan dus hormonaal, het kan via gedrag en dat kan dus ook allebei een beetje. Dit was de introductie van homeostase, het streven binnen je lichaam naar gelijke toestand van bepaalde waarden. Ook wel regelingen waarnemen. Tot een volgend filmpje maar.